Yes guys, welkom weer bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Paul van Sprundel en deze video gaat over hoe je kalm kan zijn en blijven in elke situatie. Afgelopen jaar heb ik me meer verdiept in stoïcisme, dus de boeken lezen van The Obstacle is the Way, The Daily Stoic, Stillness is the Key, Ego is the Enemy. In ieder geval allemaal boeken waarin je een soort levensstijl voor jezelf creëert die niet per se afhankelijk is van een religie. Het kan zijn dat ik hier op een later moment natuurlijk op terugkom, alleen ik ben momenteel niet religieus. Ik heb momenteel geen geloof gekozen als bijvoorbeeld een vast christendom of boeddhisme of islam. En ik heb me meer op de Griekse filosofie gericht en hoe je stoïcijns kan zijn. En ja, hoe je echt een stoïcijns persoon kan zijn en hoe mij dat heeft geholpen kalm te blijven en eigenlijk een minder gestrest leven te leiden en dat dingen vaker op zijn plek komen. Kalmte is masculiniteit. Het is niets minder mannelijk dan je shit volledig gaan verliezen. Dus als je je shit verliest tijdens bijvoorbeeld autorijden of allerlei bullshit of tijdens de voetbalwedstrijd of gewoon ja, in ieder geval helemaal losgaan, daar word je geen echte man van. Als mensen of situaties dus je negatief kunnen laten beïnvloeden, word je dus geleefd door iemand anders. En dan heb je geen controle over jou, ze hebben controle over jou. Dus je moet controle hebben over jezelf. Maar hoe doe je dit nou precies? Dit doe je dus door kalm te blijven en eigenlijk alleen te focussen op de dingen waar je zelf controle over hebt. Dat is een mindset switch die je moet maken, maar eentje die je enorm kan gaan helpen. Als jij de mannelijke aanwezigheid bent in een relatie, als je kalm kan blijven onder elke situatie, kan je uiteindelijk winnen. Er gebeuren altijd dingen op een dag waarvan je denkt van hey, dat is minder. Maar hierdoor kan je wel betere keuzes maken en kan je dus respect winnen. Oké, gaan we door naar de volgende. Het beschermen van je innerlijke rust. Het zorgt er ook voor dat je rustiger wordt. Kalmte is een keuze. Je kan ervoor kiezen om kalm te zijn of om helemaal los te gaan. Tenzij je door exceptionele kalme ouders hebt opgevoed, ben je waarschijnlijk gehersenspoeld om wild, boos, verdrietig en bang te zijn. Ook mede door social media en mede door de overheid die jou bepaalde dingen inprenten. En dit is heel normaal. Het is ook een survival instinct dat we van vroeger hebben gehad om dus bijvoorbeeld bang te zijn voor gevaar. Of boos te zijn als iemand iets van je afpakt. Of verdrietig te zijn als er X gebeurt. Het is een heel survival instinct en dat zit eigenlijk al jarenlang in ons. Alleen in deze moderne maatschappij hebben wij daar in principe niks meer aan. Het is niet meer goed voor ons. En het is taak dus om je brein te gaan resetten zodat je innerlijke rust kan krijgen. En wat die innerlijke rust voor jou is, dat is afhankelijk van wat je zelf wil in het leven. En daarom raad ik je dus die Stoïcijns boeken aan om die te gaan lezen. Die hebben mij enorm veel geholpen om rustiger te worden als persoon. Nou, hoe je zo kalm wordt als Stoïcs. Dit is hoe ik kalm blijf op verschillende gebieden in het leven. Als je jezelf hierin kan vinden. En hopelijk helpen mijn methodes je om kalm, cool en behouden te blijven. Ik pas methodes toe, puur deze. Kan ik iets controleren? Heb ik er invloed op, dan kan ik mezelf daar druk over maken. In ieder geval mee bezig mee houden. Niet eens druk over maken, maar in ieder geval mijn best doen voor de best mogelijke outcome. Heb ik geen controle over iets, maak ik mezelf er niet eens meer zorgen over. Dus dat is van nieuws, weer, dingen die gebeuren waar jij geen controle over hebt. Dat is het allerbelangrijkste. Nou, daar heb ik nog een hele simpele verkeersagressie. We kennen ze allemaal wel. Wegmisbruik is bijvoorbeeld. Heel vermakelijk programma om naar te kijken. Maar je ziet dat verkeerswoede echt een goed voorbeeld is van aangeleerde stress van veel mensen. Dus mensen die snel naar werk doen, gehaast leven, dat is echt totaal onnodig en echt afknapper. Kan je serieus niet omgaan met het verkeer, met iemand die voor je rijdt? Je hebt geen controle over iemand anders, hoe die zijn auto beheerst. Alleen hoe jij auto rijdt. Heel simpel. De meeste vrouwen zijn nog nooit in de auto geweest met een man plus vrouw dynamiek. En dit geeft jezelf enorm veel rust. Dus door gewoon normaal rustig te blijven onder elke situatie, kan je dat dus gaan trainen. Dus als je dat in simpele situaties, zoals in het verkeer, al gaat trainen, door niet boos te worden of als er dingen fout gaan, bijvoorbeeld, dan gaat dat je enorm veel helpen in de rest van je leven. Ruzies. Nou, ruzies kunnen echt zijn. Die kunnen heel erg in je gezicht zijn. En de voorbereiding is nodig om hierbij kalm te blijven. Waar je op moet letten, heb voorbereide regels, hoe je weet of iemand gevaarlijk is. Ruzies en discussies lossen vaak niks op. Discussieer niet vaak met mensen. Dat heeft weinig zin om iemands standpunt te gaan veranderen. Ik hoef geen gelijk te hebben. Ik sta open voor iemand anders zijn mening en sta open voor een diepgaand gesprek.
Maar ruzies zijn iets wat ik vermijd. Daar kom ik niet verder mee. En daar dat soort mensen, als ik veel ruzie heb met dat soort mensen, dan ja, verwijder ik die gewoon uit mijn eigen leven. Nou, rampen, dingen die gebeuren. Financiële rampen, omgevingsrampen, natuurrampen, fysieke klachten, andere vormen van echte stress. Ik ben bijvoorbeeld 2 weken geleden door mijn rug gegaan. Ik kan momenteel nog 3 dagen niet sporten. En normaal sport ik 7 dagen per week. Ik kan me daar heel erg druk over maken dat ik nu niet kan sporten. Maar ik kan ook even rust nemen voor mijn lijf. En gewoon denken, hey, waar heb ik controle op? Dat is misschien nog beter als ik in de gym ben. Beter op te warmen, zodat ik niet meer geblesseerd raak. Hoe dan ook, de meeste mensen zullen niet aan je denken over 5 jaar tijd. Denk daar eens goed bij na. Wat voor dingen je wil doen. Over 5 jaar zijn de meeste mensen je alweer vergeten. Van de middelbare school, van de universiteit. Van je baantje als je die verlaten hebt en je eigen online business mee gestart. En het verliezen van je shit is dus een onnodige pijn. Je hoeft jezelf helemaal niet druk te maken. En jij bepaalt hoe deze gebeurtenissen je moet bepalen. Dus er gebeuren altijd shit die op je pad komt. En het is jouw taak hoe je daarmee gaat reageren. Je moet je brein dus gaan trainen om niet te gaan reageren, zelfs op de gekste situaties. En eigenlijk altijd kalm te blijven en te kijken wat de beste mogelijke oplossing is. Ik hoop dat je superveel hebt gehad aan deze video. Drop even een like hieronder. Abonneer. Volg me op Instagram Paul van Sprundel en Facebook Paul van Sprundel. En dan check je weer in de volgende video. Ciao, ciao.